Ik denk ze te zweten door die dingen, joh. Hij slaat gewoon aan. Ik denk, krijg het helemaal warm van dit mooie. Leuk dat jullie weer kijken. Welkom terug bij een nieuwe video van Emmeren Drives. Ik zit in mijn C63 Edition 507, die jullie in de vorige video hebben gezien. Waarvoor natuurlijk enorm dank. Hij is inmiddels 60.000 keer bekeken. Heel veel toffe reacties. Dank jullie wel allemaal. Vandaag ga ik weer een droom van mij waarmaken. We gaan naar de Nürburgring en ik ga de ring op. Het is voor mij ook voor het eerst dat ik met deze auto een lange rit ga doen. En ja, we zijn nu in Den Haag. Daar hebben we Emra. Huh? Hij draait al, man. Huh? Oh! Emra kennen jullie wel nog van de X6M, RSQ8, RS6 video's en dat soort dingen. Nu zonder rijbewijs. Ja, helaas. Ja, op de bijrijders toch? Ja, had ik ze nog niet verteld. Je bent je rijbewijs kwijt, hè? Ja, man. Voor een paar maanden. Ja, maar ja. We hebben een zitting woensdag. Ik hoop dat we hem snel terugleggen, hoor. Ja. En daar hebben we een neef van mij. Palmer Abis. Koffie. Het is geen S-klas, hè? Koffie op de achterbank. En achter ons hebben wij neef Tamer, die kennen jullie ook toch van ASC Bergen op Zoom. Hij represent Bergen op Zoom vandaag. Overigens jongens, bedankt nog voor de, inmiddels staan we op 60.000 views van de onthulling van deze de C63. Allemaal leuke reacties, allemaal gelezen. Dank jullie wel. Dit is eigenlijk de eerste auto waarbij ik nul haatreacties heb gehad. Ja, iedereen is positief. Ja, ook BMW liefhebber, gewoon iedereen gewoon. Maar vandaag gaan we, als het goed is, als het goed loopt, naar de Nürburgring en dan gaan we het circuit op. Ja, al mijn hele leven is dat een droom van mij geweest. Die gaan we vandaag, als het goed is, waarmaken. En we hebben bij ons de C63 natuurlijk, daarmee gaan we het circuit op. Gaat het lukken, denk je? Want jij bent er vorige week of twee weken terug. Parijs. Die dag, ja. Op de terugweg. Ja, de dag dat ik bij rijbewijs kwam, was ik op de Nürburgring. Dus je was naar de Nürburgring gegaan en je reed terug, je zat al in die modus. Ja, precies. En in Leiden, daar ergens. Ja, bij Den Haag, daar die afslag, snelweg af. En toen kwam een undercover naast me staan. Ja. Gaf een beetje gas. Ik wist niet dat er agenten waren natuurlijk. Ja. Hij gaf een stukje vol gas. En toen hadden ze, ja. Ongelukkig momentje, maar ja. Maar eigenlijk rij jij niet zo heel hard in Nederland? Ja, op bepaalde momenten toch? Als we met de jongens een dagje weggaan, dat zijn mijn momenten. Maar je gaat naar de Nürburgring om je eitje kwijt te doen. Ja, zeker weten. Ik ga sowieso niet maximaal op de Nürburgring, mensen. Want ten eerste, ik ken die ring nog niet zo heel goed, want het is mijn eerste keer. Ten tweede, ik wil natuurlijk dat mijn auto heel blijft, want ja, dit is een nette exemplaar en zo wil ik hem ook graag houden, dus ik ga hem niet aftrappen daar. Maar ja, daar waar het kan, gaan we wel even veel gas natuurlijk. En mijn achterbanden zijn versleten, dus, maar het is heel droog en het is 25 graden, 28 zie ik hier staan. Dus ik heb ongeveer 2,5, 3 mm profiel op de achterband. Dus, en daarna moet ik echt nieuwe banden hebben. Remmen zijn ook nog goed, voor mijn idee. Maar je denkt dat je remmen goed zijn. Maar daar kom je op het circuit pas erachter dat ze goed of niet goed zijn, toch? Bij mij ging het al heel snel. 3 keer in de rem van 200 naar 70, 80. En daarna ze doen het niet meer. Ja, jongens. Emmeren Drives. Dan Malabi. Are you ready? Zet hem ook in zijn sport neer. Op dat D. Oké dan. Als de weg vrij is, jongens. Gaan we ervoor. Dan gaan we met de legendary C63. Voor het eerst in Duitsland. Voor het eerst in Duitsland. Man, heb je gehoord het nog, jongen? Dat is nog mijn hoek, dan zorg je zegt met dat nooit dat carbon. Leren dash, leren zijpanelen, carbon in de zijpanelen. Ja, zijn we in Duitsland, kan het? Doet zo. Ja, jongens. Ja, ga ze van de kant houden. Ze gezien. Let's go. Wat geluid, jongen, op de baan. Atmosferisch. Vet, hè? Green Hell Card. Je moet er zo even uit en dan weer links. Man. Jongens, kaart gekocht. Green Hell Card. Hebben we 3 laps gedaan? 3 laps, €105. Maar ik weet niet of we 3 laps kunnen doen. Maar ik denk, ja, dan heb ik het alvast. In de maaltijd bewaren is 3 jaar of een jaar geld. Dat is zover. Dit is de ingang. Dit is de ingang, ja, man. Draai die GoPro's. Ja, GoPro's draaien. Alles draait.
van net hoor. Ja man, Mehmet, ik zet hem even in manual jongens. Dit is het eerste moment. Ja, deze moet je wel filmen gewoon. Ja toch? We gaan hier een klein bochtje maken verderop en dan begint het stuk. Ga je goed voorbereid in de bocht hè? Komt die mat? Bizar gevoel, maar wel super leuk. Ja, maar ook die achterwiel aandrijven met start, die bocht gaat goed glijden. Adrenaline door je lichaam, jongen. Lekker hè? Je moet ook weten welke toeren, welke versnelling. Ja, interessant. Nog een ongeluk? Ja, want er ligt aardig zand op de weg, maat. Ja, deze bocht bedoel ik, neef. Deze bocht gaat iedereen zo over hier. Ja, hier. Is dat deze? Ja. Oh ja, klopt. Deze zag ik van die video. Ja, ja, ja. Komt de gekke groene GTR aan. Kijk hoe ze over die weg gaan. Dan. Echt niet hard rijden hoor. Ja, dat is nog een wijs voor jou, ja. Je kan ook niet de ideale lijn pakken, omdat je rekening moet houden met anderen. Ja, snap je? Ja, precies. Want ze hadden hier als een idioot in achter. Gek. Nu komt die ene kant op. Oh, hier is dat. Ja, hier. Je mag hier 70 gaan. Hoe dan? Die wordt het toch? Meen je dat? Die snelheid wordt het toch 50 of 90? Nee, joh. Als hij niet remt, rem ik ook niet, maat. Remt hij wel af en als hij remt moet je weten hoe laat het is. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap het. Ik denk dat die baan gaat. Ik had ook te laat zijn. Ja. Ja. Lekker man. Je handen zweten wel, maat. Ja, ik zeg hè. Het is wel intensief. Daarom heb je die handen moeten doen. Dit heeft totaal niks te maken met video's of van buiten bekijken. Nee, nee, nee. Dit moet je gewoon ervaren. Het is gewoon puur. Ja, wel grip. Ja. Ja, dan weer 170 man. Ja, dat is ding. Wat je zegt, je moet ook rekening houden met de omstandigheden, toch?
Ja, daarom kan je niet dat die ideale lijn maken. Dat is ideale rijden. Wow. AMG maat. Ah, dit is die plek. Ja, dit is die plek. Zullen we het even proberen? Ja, ga je. Dat is gek hoor dit. Die fotograaf stond achter. Oei, 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 oei. Lekker hè? Hier vliegen ze ook altijd, dus dit is nog wel te doen. Rubbers van die auto's voor mij, kijk, kijk, zag je dat? Die komen gewoon los. Gek hè, die deurwaarts. Dat is die power. Porsche achter mij, ga maar. Vond je mijn remmen en zo? Mijn remmen heb ik niet belast. Nee, zeker niet. Je remmen waren niet eens hard geworden. Toch? Nee, hè? Nee. Maar wel jongens, vet, hè, die parcours. Was niet? Niks ja. Gekke shit. Ik vlieg alle kanten op. Ja, geen probleem. Even kijken hoe mijn banden en mijn remmen ervoor staan. Ik moet nog even bijkomen van de adrenaline. Kijk die banden dan. Lekker. Zo. Dat... Maar tijdens het rijden, ik zie ook al die rubber op me afkomen, ja. Hier, doe iemand ook, kou op. Ja man, ja, dit is ziek man. Deze auto's zijn niet hiervoor gemaakt. Nee hè? AMG is niks hier. Toch Porsche en BMW meer. Je ziet, 90% is gewoon Porsche en BMW. Kijk, ja. Je ziet alle kleuren GT3 RS'jes die ja. De straat niet kan zien, zie je hier. Klopt. Kijk, orders staan mensen op te wachten, GT3 RS. Ja. En hier zitten ze gewoon op. Hier zijn ze gewoon al aan het rijden. Ik zie van de regenboog. Ik zie één R8, maar vooral Porsche. Kom. Hallo Baba, hoe is het? Hassan. Maat, jij bent er ook. En wat vond je ervan? Misselijk, man. Achterin, hè? Achterin. Ja. Emre is al ervaren van de vorige keer nog. Kom, we gaan even een rondje lopen zo, toch? Dit is een turbo. Jullie zijn met die turbo. En deze is van jou? Kijk, rood GT3 RS. Ja. Dit GT3 RS. Ja. Hier, nieuwste GT3 RS, wijsdag. Poeh. Kijk. Ocean Blue GT3 RS. Alles, gewoon alle kleuren die ik... Blue GT3 RS, alle kleuren. Volgens mij hebben deze allemaal mij net ingehaald, maat.
Corrado. Ja, hier nog eentje. Deze, alsof we... We zien hem niet eens. Er zijn gewoon polo's hier. Wauw. Ja, man. Ja, maar dit is ook tip. Ja? Ja. Kijk, Bos. Porsche. Cayman GT4 RS ook, hè. Favoriet ja, hier. Ja, echt een circuitauto, hè. Hier, aangepaste trackcar. Ja, ik snap wel waarom... Het was wel leuk, man. Ja, natuurlijk. Het is een aparte beleving. Ja. Het is iets anders. Kijk, op de straat kun je ook gek doen, maar... Maar eigenlijk kan jij niet de ideale lijn pakken, omdat je continu rekening houdt met andere mensen. Ja, kan jij niet de ideale lijn pakken, want je bent niet alleen op het circuit, ja, snap je? Eerlijk gezegd, je wilt toch niet geraakt worden of je wilt daarom. Niet, iets raken. Daarom, dan pak je niet... Je wilt heel weer naar huis gaan met je. Ja, ja, dat is waar, dat is waar. Deze is wel mooi. Deze is ook mooi. Ja, ze zijn allemaal mooi. We hebben alle kleuren gehad. Krijt, Nardo, ja. Alles. Ja, ziek. Nog een E30. E30, wauw, ja, twee zelfs. Hier één. Daar één. Alsof het niks is. Nog eentje, gewoon alsof het niks is. Gewoon, het is gewoon niks. M, deze. Ja. Oh. GT3. Shit, oranje. Deze, als je in één video alle kleuren wil zien, GT3 RS, dan is dit. Maar het is wel leuk. Hier, als je in de ochtend komt, je kan tot in de avonduur lekker tijd doorbrengen. Ja, jij was hier vroeg, hè? We waren vroeg. Ik ben een paar uurtjes. Ik moet je eerlijk zeggen, eigenlijk moet je één dag van tevoren komen. Ja, hè? Dat kun je optimaal genieten. Ja. Want, ja, hij vertrok al 5 uur, maar je weet toch, ik moest nog een beetje uitslapen en zo. Je rijdt een stukje, je bent moe en dan moet je ook alles meemaken. Klopt. Want ik ging net wel een beetje moe het circuit op, maar maakt niet uit. We kunnen wat hebben. Een beast. Green beast. Green hell. Die Nürburgringen bezien misschien. Ja, ja, broer, die eentje heeft mij net ingehaald, die groene. Het lijkt alsof hij stilstaat, of niet? Ja, man. Maar je weet niet, je zit al in zijn 350 te rijden en hij haalt jou nog in, ja. Maar dat is niet normaal. Kijk, Tsjechië, Slovenië. Ja, man. Servië, van overal zijn ze gekomen. Ik zeg eerlijk. Hier nog één, Polen. Porsche was in mijn ogen al heel hoog, maar na mijn bezoek hier, heel anders kunnen waarderen. Kijk ja. Hier, Kustler. Dan deze zie ik nu pas in het echt. Veel van Engeland ook, hè? Ik ruik alleen maar koppelingsplaten, rubber, alleen maar rubber. Remmen. Banden, ja. Slijtage hier als de gek. Ja, man. Van een Greta vanuit hier zo. Ja, man. Ziek. Kijk, dit zijn al die auto's die van het circuit afkomen nu. Ja, iedereen wil het laten afkoelen. Maar dit zijn mensen die hier elke weekend komen, toch, ja, denk ik? Ik weet niet hoeveel tientallen rondjes erop hebben hier. Kijk daar. Ze rijden die parcours gewoon blind. Ja, hè? Ja, op gevoel af. Jij bent die eetje ook erop gegaan met die E63? Ja, erop, maar ja, dat is niks voor hier, man. En wij zijn amateurs, hè? Er zijn vast wel mensen die beter rondjes kunnen vastzetten, maar... Kijk daar dan. Alleen maar Porsche BMW. Ja, ik snap het wel. Je durft eigenlijk bijna geen... Ja, tenminste, daar worden ze voor gemaakt. Maar stel, je koopt een GT3 RS of GT3. Je weet, het is alleen maar circuit gebruikt, weet je toch? Maar ze zijn er voor gemaakt. Auto's die niet zijn geregistreerd, ja. Komen ze gewoon trackrijden. Ja. En dan verkopen ze die auto uiteindelijk met nieuwe velgen, nieuwe remrij. Ja. Als ons ja. Opletten. Man. Die tactiek hebben ze ook. Klopt. Ja, man. Oude bakbeest. Maar ik ben trots op deze auto, man. Oh. Dit is wel ons ding, ouwe. Kijk. Broer, deze dingen vliegen voorbij. Ja. En die groene ook van deze. Maar ik zeg je wel eerlijk. Niet om stoer te doen of zo. Ik heb aparte liefde gekregen voor deze auto, man. Ja. Wat vond jij hem in de... Hoe deed dit voor ik, die wegligging was goed. Heel goed hoor. En mijn achterbanden zijn, ik heb maar 3 mm profiel ofzo. Ja, maar semi-slicks toch? Nee, nu semi-slicks, ja. Nu wel. Emra zegt dat ik even alleen op het circuit moet. Helemaal alleen. 200 kilo. Dat 200 kilo is veel, hè, op de ring. En wij bemoeien ook af en toe met jou. Dus, indirect gaat die focus ook naar jullie toch? Snap je? Dus ja. Is anders. Even snel een hapje eten, vleesvrij, salade. Maat. Even uitrusten, bijkomen en dan gaan we er weer voor. Bijtanken letterlijk. Oké, jongens. Wat een mooie kleur. 992 GT3. Is van die meneer in een rolstoel en zoveel respect. Ondanks zijn beperkingen geniet hij er toch van. Ik vraag me wel een beetje af hoe. En volgens mij is er ook gekotst zoals jullie kunnen zien. Ik kan me voorstellen dat je aardig misselijk wordt. De kopauto van dit model, ja? Verbeterde kopauto. En wat nog meer? Je zei iets met die plastic kap. De mokkenassen zijn sterker. Je weet dat als je die plastic kleppendeksel hebt, dan heb je de nieuwste versie. Ja. En die nieuwste versie heeft al die upgrades. Ja, en is dit ook, volgens mij is dit dezelfde versie als die performance package. Dan heb je als het goed is ook die sterkere zuigers. Ja, ik heb die Porsche pistons. Ja. Juist. Dus je hebt de beste versie die je kan hebben.
En jij bent? Ik ben Onder, man. Jij komt hier vaker, hè? Je hebt ook iets moois. Wat heb je precies? Ik heb een M3 winkel. Laat eens zien. Dit ding. Wat is dit? Ja, het is een M3 swap. Dus alles onderuit van M3. Ja. Hij is zo lelijk als maar kan. Maar dat is het mooie, juist. Mensen zien niet wat er onder de kap zit. En wat zit hier onder de motorkap? M3 blok, S50B30. Ja. 3 liter, de ouderwetse M3. Zo, van welke? E36? E36, gewoon origineel M3 blok. En ja, motorisch is niet aan aangepast eigenlijk. Maar technisch onderstel, ja. Alles wat je nodig hebt op circuit. En hoe kunnen ze je volgen? E36? Vader. Vader? Ja. Baba gewoon, E36 Baba. Ik heb nog eentje met vaderstoelen vandaag. Oké, leuk man. Even scannen jongen, we gaan de parkeergarage in. Thank you.
klein beetje warm hier aan. Hey, Klim, hey! Ja, het is warm hier aan. Het is snikheet. 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 Erg? Of niet? We zijn die banen aan het fixen. Ja, misschien was ze net. Ja, ze zijn die. Vangrails. Sowieso. Die was heel snel, ik had hem ook niet verwacht.
Maar je corrigeerde hem goed, maat. Deze ronde was even wat intensiever, maat. Ik zat helemaal zo. Ja, hij mag het vertellen hoe het lachen, is. Man. Ik hoop dat het goed gaat. We gaan nu in de Porsche 911 van een vriend, Turbo. Geen Turbo S, maar een Turbo. Wel met de Turbo S wielen, als ik het goed zeg. Om even te ervaren hoe het is in een Porsche. Ja, let's go, man. Ja, jongens, jullie zien het ook lekker ingebrand. Maar wel genoeg profiel. Je ziet sommige mensen met een helm. Super veilig natuurlijk. Handschoenen snap ik ook wel. Mooie Supra. Mooie kleur. Dit zijn wel allemaal gewoon track-focused cars. Gewoon aangepaste remmen, onderstel, alles. En wij komen gewoon met onze normale auto's. Kan natuurlijk ook. Jeetje. Wat een auto, jongen. Je ziet ze als warme broodjes, GT3 RS. Oké, jongens. We zitten nu in de 911 Turbo van Anil. Anil is ook YouTuber in het Duits, in Duitsland, in het Turks doet hij het. We gaan het even gaan. Hello, even. Guys. Ja, je kan speak English. Maar we gaan even Turks praten en af en toe misschien Engels. Maar ik zit even daarnaast om even te ervaren hoe het is om sowieso ernaast te zitten. Maar ook vooral hoe het is om te ervaren hoe het in een Porsche is, 911 over de ring. Dus dat gaan we nu ervaren. En sowieso, ja, je ziet hier 80%, 70% Porsche. Heel veel Porsche. Dus dat is wel even een bijzondere beleving om in een Porsche 911 door de piste te gaan. Dus ja, hij heeft zijn handschoen al om. Godgest namens dat, zijn zoot namens dat waar. Stoelkoeling, alles. Gewoon in alle luxe gaan we door de ring. Hold on, maar ja, dat is in drie. Zij had je ook een aardelijk schijf. Hayırlı olsun bu arada araba. Gerçekten. Eyvallah, sağ ol, sana da. Videolardan daha da güzel duruyor. Bu deri olması, alkantar olması. Herhalde şu an olabilir dedi. Araba orijinal, full stock. Ya. Yani kaç PK? 519 galiba ya. Turbo S'ler 500. 560. 560. Turbo S'lerdeki fark seramik var. Seramik var. Bir de biraz daha alçak gidiyor benim bildiğim. Evet. Spor Plus'u alıyoruz. Şimdi yolda giderken spoiler'lar otomatik kendi atıyor. Otomatik hıza göre ayarlayacaksınız. Yeah. Tek kara. Ya Allah'ım, bismillah. Of, iyi kaçıyor ha. Thank you.
yerlerde işte buradaki gibi viraj arkasına viraj geldi mi basamıyorsun biliyor musun? Evet. Burada dikkatli olacaksın. Düz yolda yine yardım. Direniyor.
Kendini bastırtıyor, kullandırtıyor. Araba yani diyor ki, hırpaşla verin, ben daha fazla istiyorum diyor resmen. İnsan Porsche alası geliyor ya, böyle ama nasıl yapışıyor yere ya. Amara o...